Zit voor mijn nieuwe video. We doen vandaag weer een sketch. En de sketch is top 5 beroemdste sporten. Dus ja, laten we maar beginnen. Oh ja. En een mededeling. Dit is voor in Nederland, niet internationaal. Nummer 1 voor Nederland. Voetbal! Ja, voetbal is een sport met de bal en dan moet je schieten en dan moet je scoren. En wie de meeste, dinges heeft gegooid, in het goal heeft geschoten, die heeft gewonnen. En we doen vaak met partijtjes en er zijn ook andere spellen met de bal. Dus dat was het. Op naar nummertje 2. Nummertje 2, hockey! Ja, hockey met een stick. Daar, op het einde van de stick zit zo'n boog. En er is een bolle kant en er is een platte kant. Bolle kant, daar mag je niet... op de bolle kant daar mag je niet mee slaan met de bal. En en het is hetzelfde als voetbal, wie de meeste goals heeft gemaakt met stick. Wat best moeilijk is. Oh ja, en het is niet zo'n grote bal, maar het is een kleine stenen bal. En bij voetbal is het dus wat kan indrukken als hij lek is. Dus een stenen bal gaat niet lek. Hij is niet zo... Nou, hij is wel hol van binnen, maar er zit wel een hele dikke zoiets tussen. Soms zie je wel halve ballen. Maar met de stick wordt het wel moeilijk om te scoren. Nummertje 3. Tennis. En tennis, dat is, heb je een tennisracket. Zo heel klein, ik denk 3 centimeter stokje. Zoiets. En dan heb je daarna een racket. Met allemaal kleine vakjes erin. En vaak staat daar dan... iets in getatoeëerd, iets ingeschreven, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, Miroen. Ik noem maar wat. En moet je de hele tijd overpassen. En zo, wiep. En het is net zoals pingpong. Bijna hetzelfde, maar ja. Dan met een grote veld en andere spelregels. En als, hoe heet het, derde? Nee, vierde alweer. Als vierde staat op de plek basketbal. Ja, het is gewoon een sport. Oeh, zo. Het is een sport waarmee je met een balletje, even kijken. Ik moet hem even neerzetten hoor. Zo, wat belichting, maar niet uit. Je hebt dus een bal en dan doe je bam, bam, bam. Dat is voor een... dat doen ze vaak, dat is best wel goed. En dat je dan bam, bam. En dat is schuimbeweging. Zo, poeh. En dan ga je deze kant op. En dat eigenlijk. En dan moet je, moet je het in... Er staat er zo'n vak. En dan met een net, met een klein netje erin. En dan kan je hem daarin gooien. En dan, ja. Dat is het eigenlijk... Nummer 5. Badminton. Ja, ik ben een beetje met mijn deken aan het spelen. Dat is nummer 5. Badminton. Je moet, het is eigenlijk hetzelfde als tennis. Alleen met zo'n, met die van die hoekjes. En dan zo in het midden een balletje die vast zit. Met allemaal van die netjes waar... ook vierkantjes in zitten en dan zijn ze zo rond, helemaal tot naar het balletje en de balletje zit dan vast en dat eigenlijk. En dan is hetzelfde als bij tennis, gewoon precies hetzelfde, ongeveer denk ik. Nou,